toen kapitaliseerde Japan. En toen waren de Japanners die eerst zo vreed waren. Daar hoorde toen poeslief. En toen mocht ik niet naar Nederland. Want toen moest ik weer automatisch, werd het contract verlengd. In plaats van 5 jaar ben ik 10 jaar weggebleven. En 10 jaar later mocht ik pas met verlof Nederland. Je had niks te vertellen, het werd automatisch verlengd. En toen ben ik opgeroepen geworden om mij te melden in Singapore. Daar werd ik militaire politie een tijdje. En van Singapore ben ik met vliegtuig weer een oproep gedaan voor Wilhelms om te vechten tegen Sukarno. Toen ben ik met vliegtuig naar Benetton gegaan en daar woonden zij. Ik was daar patrouille. Niks anders patrouilles. Hoe ging dat? Ja, je krijgt de route uitgestippeld van de commandant. En dan moet je die ronde lopen. En dan liep je dus met 8 man. En dan om de beurt loop je voorop. Dat is de patrouillespits. De verkenners zogenaamd. En dan moest je goed opletten dat je niet in de hinderlaag kwam. Toen moest je zorgen dat je niet naar handen kwam van de Indonesiërs. Maar de Indonesiërs waren net zo vreten als Japanners. Ze hebben toen etterlijk burgers hebben ze uit de rivier, in Batavia, uit de rivier gehaald. Die ze met afgesneden hoofd hadden ingegooid. Waren vreed. Meteen niet. Maar u bleef wel deel van het Nederlands Indisch leger. Ik was gewoon gedetacheerd, hè. Ik moest gewoon oorlog voeren. Tijdens die patrouilles waren daar ook confrontaties met ploppers? Of... Schermutselingen bedoel je? Ja. Met de tegenstander? Mm-hmm. Ja, die waren er wel, want de meesten namen de benen. Indonesiërs zijn echt laf. Indonesiërs deelden wel met als ze de meerderheid hadden. Maar als ze de minderheid hadden, dan waren ze zo van onderen. Japanners even dito. Als er ploppers waren, sluipschutters, of die gaan ze achterna, ja. En dan gingen jullie ze ook achterna tot in de kampongs, neem ik aan. En hoe ging dat? Ook voorzichtig, hè. Meestal halen die de ploppers niet in, hoor. Want die ploppers zijn bekend. Heeft u er ook wel eens een neergeschoten? Dat kan je moeilijk zeggen, hè. Je weet niet de kogel die afschiet of die raak is. Want er worden met 20 man mee aan het schieten. En je kan niet zeggen die kogel is van mij. De Indonesiërs die van goed wil waren, die kwamen gewoon in de kazerne werk doen. Ze zag schoonmaken in de keuken. Maar daar heb ik weinig last mee gehad. Het was alleen dus als je dus buiten het kamp kwam en vooral s'avonds als het donker was, dan was het uitkijken geblazen. Er wordt op je geschoten, ik maakte het patrouille met de motor, 30 kilometer buiten Medan. En dan hadden ze een ijzerdraad over de weg gespannen. En ik knalde met mijn motor over die ijzerdraad over mijn kop. En dan lag ik onder de motor op de grond. En toen begonnen die ploppers op mij te schieten. Terwijl ik op de grond lag. En ik heb mijn standgun tevoorschijn gehaald. Begon terug te schieten. Tot die lui op de benen namen en op de vlucht. En dan ben ik naar het ziekenhuis gereden. Want ik had een gebroken enkel. Maar ik bedoel, dan sta je niet meer stil. Als je eenmaal in actie bent. Ik ben ook een keer bij de marine als landingsdivisie geweest. Want er waren geen mariniers bij de hand. En moest een vuurtoren die moest bezet worden.
En toen moesten ze die vuurtoren bevrijden van de TNI. En die actie heb ik meegedaan. En die hebben we ook de Indonesische gevangenen genomen. Maar verder, als er eenmaal de handen omhoog staken, schoten we ze niet meer neer. Maar de TNI deed het wel. In 1947 zat ik op de sportacademie. Ik werd opgeleid als sportleraar. Had u in die tijd nog contact met Nederland? Met Prinsenhagen? Post bedoel je? Mm-hmm. Jawel, die kwam gewoon per lijn toestellen. Dus je had nog wel regelmatig contact met uw vader en moeder die in Breda zaten? Nou, heel weinig. Want ik weet wel goed, de jongen die bij mij in de straat woonde, Frans Hessom, ook een Bredanaar, die was al een paar jaar dood. Eerst mijn vader en moeder te horen dat hij dood was.